En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 7 juli. Tijdens de avond en nacht komt er nog een enkele bui voor, mogelijk nog met onweer in het binnenland. Aan het eind van de nacht ontstaat in enkele gebieden nevel of mist. Morgen wordt er overwegend aan het eind van de ochtend een lokale regenbui verwacht. Gedurende de middag kunnen er lokaal enkele lichte, soms matige buien voorkomen. Ook enkele geïsoleerde onweersbuien worden verwacht. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 7 juli vooral in de middag lokaal een matige onweersbui, eventueel met windstoten, verwacht kan worden.